En gaan ze de heer Sjoerdsma verzoekt zijn moties op stuk nummer 401 en 402 aan te houden. De heer Bisschop en zijn motie op stuk nummer 410 te wijzigen. De heer Servaas zijn motie op stuk nummer 411 te gewijzigen. De moties zijn inmiddels rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. 23.432 nummer 403. Is dat bij deze? Ja. Ik kan u ook nu alvast melden dat bij motie nummer 409 de heer Servaas een stemverklaring zal afleggen. Maar we gaan eerst stemmen over 403 van Bommelgras af over meer controles op etikettering van producten uit nederzettingen. Wie is voor deze motie? Voor deze motie zijn de leden Kuzu, Usturk, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP. Verworpen 404 van Bommel over Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap. Wie is voor deze motie? Dat zijn de leden van Kuzu, Usturk, Houwers, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP. Verworpen 405 voor de Wind CS over het opvoeren van de druk op de PLO. Wie is voor deze motie? Dat zijn de leden van PVV, Bontes van Klaveren, CDA, ChristenUnie, SGP, Klein, 50PLUS, D66, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en de SP. Aangenomen 407. De Groen. Over het stoppen van elk Nederlandse bijdrage aan VN-projecten in Gaza. Wie is daarvoor? Dat zijn de leden van PVV, Bontes van Klaveren. De motie is verworpen. 408 van Klaveren over afstand nemen van verplichte etikettering. Wie is voor deze motie? Dat zijn de leden van PVV, Bontes van Klaveren, ChristenUnie, SGP. De motie is verworpen. En dan geef ik nu het woord aan de heer Servaas voor een stemverklaring vooraf. Dank u wel, voorzitter. En ik doe dat mede namens de leden van Bommel, Sjoerdsma, Grashof en Kuzu. Vorige week is in de Kamer gedebatteerd over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Aanleiding was de vreselijke oorlog in Gaza van afgelopen zomer. Maar uiteraard ging het ook over het perspectief, of juist het ontbreken daarvan, op hervatting van serieuze vredesbesprekingen. Zoals vaker was de overeenstemming over het te bereiken doel, vrede tussen Israëli's en Palestijnen, net zo groot als het verschil van inzicht over hoe dit doel te bereiken. Dat alles in de relativerende wetenschap dat we hier vanuit Den Haag niet alleen en direct het verschil gaan maken, maar ook vanuit de overtuiging dat schouders ophalen en de hoop op vrede opgeven geen optie is. Al was het alleen maar om het voortduren van het conflict en onrecht daar tot ongenoegen en spanning hier kan leiden. Je moet je stem gaan verklaren. Zeker. Voorzitter, volgens ons moet daarbij absoluut voorkomen worden dat kritiek op het beleid van een regering vermengd raakt met verwensingen jegens een religie of aanhangers van een religie. En antisemitisme en islamofobie zijn funest voor een inhoudelijk debat over het Midden-Oosten en onacceptabel in onze eigen samenleving. En dat is de reden waarom wij ons iedere dag verzetten tegen uitingen hiervan. De motie die collega Van Klaveren vorige week indiende om subsidies in organisaties die antisemitische uitingen doen te stoppen, lijkt op het eerste gezicht bij die gedachte aan te sluiten. Maar de indiener koppelde zijn verzoek in zijn inbreng aan een aantal mensenrechtenorganisaties, zoals het International Human Rights and Humanitarian Law Secretariat, die kritiek hebben op het bezettingsbeleid van Israël. En daar gaat het dus mis. Daarmee maakt de indiener precies de koppeling tussen kritiek op de politiek. Meneer Servaas, ja, ik ben er bijna, maar de tijd loopt er nog. Ja, maar u moet niet oproepen tot debat. Wilt u alstublieft uw stem verklaren? Ja, nou ja, mijn laatste regels. Daarmee maakt de indiener precies de koppeling tussen kritiek op de politiek van de regering, van een staat en jodenhaat. Een koppeling waar we heel ver van weg moeten blijven, zonder ook maar 1 millimeter afstand te nemen van ons verzet tegen antisemitisme. En daarom zullen wij tegen deze motie stemmen. Dank u wel. 5 seconden. Dan gaan wij stemmen over de motie van Klaver over het stopzetten van subsidies aan organisaties die antisemitische uitingen doen. Wie is voor deze motie? Voor deze motie zijn de leden Bontes van Klaver en de PVV ook. CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Klein en Van Vliet. De motie is aangenomen. Dan gaan we stemmen over motie 410. Bisschop voor de Wind over een internationale comité waarbij kwalijke uitingen en misstanden kunnen worden aangemeld. Wie is voor deze motie? Voor deze motie zijn de leden van Bontes van Klaveren, CDA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, D66, Partij voor de Dieren en de SP. Verworpen.
en 411. Servaas Sjoerdsma over een gemeenschappelijke EU-strategie voor het Midden-Oosten vredesproces. Wie is voor deze motie? Voor deze motie zijn de leden van het CDA, Klein, Kuzu, Özturk, 50PLUS, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en de SP. Motie is aangenomen. Stemming onder 10 over de moties ingediend bij het 30-leden debat over de chaos rond energielabels.